Hartelijk welkom iedereen. Voor de afwisseling eens een keer geen live blog, maar heb ik een webinar samengesteld wat als onderwerp heeft de kapitaalallocatie na het coronavirus. En daarmee bedoel ik, dat kent men van mij, de kapitaalallocatie zoals institutionele vastgoedsinvesteerders die wellicht kunnen gaan overwegen. Want dat we in een aantal economische problemen gaan raken, dat snappen we met z'n allen inmiddels allemaal wel. Voordat ik eigenlijk naar die herallocatie ga kijken, wil ik eerst een klein lesje economie doen, zodat we allemaal min of meer dezelfde kennisstand hebben. Wat we hier zien is een aantal scenario's zoals die kunnen gaan plaatsvinden na de coronacrisis. En die worden ook wel de economische curven genoemd. Nou, we zien hier een V-curve. Die wordt ook wel eens de quick rebound genoemd. Wanneer lockdown maatregelen relatief snel opgeheven worden, is de veronderstelling dat klanten en werknemers terugkeren, klaar zijn en in staat zijn om producten en diensten te kopen en te leveren. En zit je al snel aan een business as usual scenario. Een andere curve is de U-curve, ook wel slow recovery curve genoemd. Dat betekent dat het voor de meeste bedrijven enige tijd zal duren voordat klanten terugkeren en de zaken weer normaal worden. Bedrijven die open waren tijdens de lockdown hebben een voordeel omdat ze al in een operationele modus zitten. Voor anderen zal het soms enige tijd kosten om de productie weer op gang te krijgen. Klanten kunnen wellicht in eerste instantie ook andere prioriteiten hebben, zodat ze langzamer terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat ze meer e-commerce aankopen moeten doen, werkeloos zijn geworden door de crisis en derhalve een nieuwe baan moeten zoeken. U bedenkt het maar. We kennen ook nog de W-curve, ook wel de double dip curve genoemd. Een double dip treedt op als de versoepeling van lockdown beperkingen zoals we die nu kennen, langzaam kennen, weliswaar aanvankelijk marktactiviteiten stimuleert, maar de effecten gaan dan weer verloren door werkloosheid en bedrijven die alsnog failliet gaan. Dat betekent dat dit zeker kan gebeuren als blijkt dat het coronavirus niet onder controle is, wat we nu in sommige Aziatische landen alweer zien, waar het virus simpelweg weer oplaait. Dan hebben we nog de L-curve. Dat is de no return to normal curve, zoals de Angelsaksen zo mooi zeggen. Dat betekent dat als je naar het herstel gaat kijken, ja, eigenlijk geen terug meer komt naar normaal. Voor sommige sectoren zal het ook een L-vormige curve worden. Het bedrijf is feitelijk gestopt, insolvent, wat dan ook. En het is helemaal onduidelijk of het bedrijf ooit weer zal herstellen na de crisis. Nou, wat we hier zien is de zogeheten Nike Swoosh Curve. Dat is een dingetje wat de Angelsaksische economen hebben bedacht. Ik dacht dat het uit de hoek van Bloomberg komt. En sommige economen denken, en je ziet dat ze creatief te werk zijn gegaan door het logo van Nike als een soort statistische maatstaf aan te geven. Die zeggen eigenlijk, er zal een scherpe neergang komen en vervolgens volgt er een geleidelijk herstel, omdat de lockdown redelijk soepel weer losgelaten wordt en redelijk soepel weer naar een normaal toestand wordt gewerkt. Dat is eigenlijk wat we zouden kunnen noemen in de economie een zacht herstel. De redenering hierachter is dat consumentenbestedingen mogelijk worden belemmerd door een wat grotere neiging om te sparen in eerste aanleg. Hebben we vaker gezien na crisis. En zakelijk serieuze potentiële investeringsbeperkingen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat financiering van banken of het allokeren van gelden of het binnenkrijgen van nieuw fris aandelenkapitaal, dat een beetje achterwege blijft. Dat kan gebeuren, dan krijg je een beetje een herstel wat
heel erg langzaam gaat, maar uiteindelijk wel weer naar een situatie min of meer business as usual gaat. Nou, de volgende die ik u wil laten zien is een aantal onzekerheden waar we mee te maken hebben. Want alle scenario's die ik u net heb laten zien, en er bestaan er nog veel meer in de economie, er is bijna geen inschatting te maken van het juiste scenario. Plus, we zullen merken als we uit die crisis komen dat er niet voor iedere sector of voor ieder bedrijf hetzelfde scenario geldt. Er zal waarschijnlijk een hele mix komen van allerlei scenario's die op de een of andere manier weergeven hoe het bedrijf zich op dat moment in de economische realiteit bevindt. Nou, dus laten we dat in ons achterhoofd houden. Er zijn op dit moment in ieder geval in economische zin geen vastomlijnde trends af te leiden die tot het scenario bij uitstek voeren wat we zouden kunnen gebruiken om de economie weer aan te zwengelen na de coronacrisis. Nou, dat betekent dat ik nu, na dit hele kleine lesje, na deze crash course economische herstelcurve, wil gaan naar de volgende slide. En die slide die behandelt eigenlijk de kantorenmarkt, zoals die zich zou kunnen gaan ontwikkelen voor investeerders na de coronacrisis. Wat we op dit moment zien is dat het investeringsvolume met meer dan de helft teruggelopen is als je het gaat vergelijken met vorig jaar. En het opnamevolume, dus het aantal gebruikers dat weer een nieuwe ruimte wilde hebben, is een derde minder dan wat normaal in de eerste twee kwartalen van het jaar gebruikelijk is. Nou, ik denk dat de belegger rekening moet houden met het feit dat in eerste aanleg cashflow en liquiditeit vooral prioriteit nummer 1 op de managementagenda zullen zijn van de kantoorgebruikers. Ook zij voelen de crisis. En dat er een focusverschuiving zal zijn waarbij veel meer gekeken zal worden naar moeten we de organisatie niet anders gaan inrichten. Het kan zelfs zo zijn, op dit moment hebben we in de prime locaties waar een investeerder kantoor vastgoed heeft, is het een duidelijke verhuurdersmarkt en maakt de verhuurder de dienst uit. Die bepaalt welke huurprijzen vallen, hoe lang contracten lopen, etc. De kans is bijzonder groot dat na deze crisis we toch terechtkomen in een situatie waarin het eerder een huurdersmarkt wordt. Nou, daarnaast moet je eraan denken dat er een herinrichting van ruimtes zal komen. Al dan niet met een permanente 1,50 meter samenleving. Bedrijven zullen streven naar meer flexibilisering. Een heleboel mensen hebben kennis gemaakt met het fenomeen videoconferencing in de crisistijd. En dat betekent dat er best nog wel eens een verschuiving plaats kan vinden van kantoorwerk naar meer thuiswerk. Dus ontstaat er ook een andere ruimtebehoefte. Wat betekent dat voor die belegger? In de toekomst zal die vooral een ander soort huurovereenkomsten moeten gaan sluiten, zeker als het een huurdersmarkt wordt, waarbij verlengingen, herstructurering, schadevergoedingen bij pandemieën, etc., nieuwe onderwerpen op de huurcontractagenda zullen worden. En wat ik zelf verwacht is dat de vraag van kantoorruimte op B-locaties, die natuurlijk best groot was voor de crisis, omdat iedereen daar opportuniteiten in zag, transformeren, een beetje opknappen, even snel weer verhuren, doorverkopen, winst maken. Ik denk dat we weer een verschuiving zullen zien naar A-locaties, naar de betere kantoren op de betere locaties, waar de belegger eigenlijk veel zekerder van zijn rendement is. Gaan we naar de hotelmarkt toe, dan zien we daar op dit moment historisch lage bezettingsgraden. En we zien een RevPAR, dus een Revenue Per Available Room, die geeft een beetje de winstgevendheid van een hotel aan, die is gezonken naar een all-time low. En we merken ook
dat zal iedere belegger kunnen bevestigen, dat de ene na de andere hotelketen de deuren moet sluiten. Nou, waar kan de belegger rekening mee houden in dit geval? De hotelbranche zelf verwacht dat ze zeker 12 tot misschien wel 24 maanden nodig zullen hebben om enigszins uit het slop te komen. Nou, dat is niet zo onlogisch. Ik denk dat buitenlandse zakenreizen, wellicht ook omdat er een recessie gaat optreden na deze crisis, al die reizen zitten volledig in het slop. Dus voorlopig komt er even niks uit de reismarkt. Nou, wellicht dat er ook nog binnen de burger het idee ontstaat van, joh, moet ik nu wel per se in het buitenland met toerisme gaan botvieren? Of zal ik toch maar gewoon binnenlands toerisme gaan toepassen? Zal ik maar gewoon in het land zelf blijven? Wat natuurlijk weer een opportunity voor de hotelbranche kan zijn. Daarnaast zullen een aantal om te moeten overleven moeten gaan nadenken over overnames, over joint ventures, fusies, ketens samenvoegen, et cetera. Ik denk dat hier voor de belegger ook weer een juridisch verhaal uitkomt. Veel beleggers die teren nog op commerciële huurovereenkomsten met de vaste huur. Ik denk niet dat die in de toekomst nog gehandhaafd kunnen blijven. Het zullen veel meer huren worden die op basis van omzet of op basis van managementprestatie bepaald zullen worden. Ik denk dat op dit moment, als de investeerder over voldoende liquiditeiten beschikt, wel goedkope hotelobjecten kan inkopen als je een portefeuille wil opbouwen. En de verkopen van hotels zal ook nog wel een dingetje worden in de toekomst voor de investeerders. Omdat kapitaalallocaties zullen wijzigen. Ik kom daar straks op terug. En ze wellicht ook hotelportefeuilles willen afstoten. Gaan we naar de retailmarkt. Dat is wel het zorgenkindje geworden in de crisisperiode. Er is natuurlijk, dat weten we allemaal, een enorme vraaguitval. Gigantische omzetdalingen en ernstige liquiditeitscrisis. Waarbij online verkopen eigenlijk de forse fysieke omzetdaling niet op kunnen vangen. Dat is inmiddels al gebleken. Nou, deuren sluiten voor een retail bedrijf betekent simpelweg dat ze direct nul inkomsten hebben. En dat de vaste kosten gewoon simpelweg doorlopen. En onder vaste kosten valt natuurlijk ook de huur die ze aan de belegger, aan de eigenaar van het pand verschuldigd zijn. Nou, waar zal de belegger in dit geval rekening mee moeten houden? In deze assetklasse, de retailmarktklasse, zal die zonder extra hulp te bieden aan de winkelier, zal die constateren dat een groot gedeelte wel eens helemaal failliet kan gaan en dat er daardoor helemaal geen inkomsten meer in een retailportefeuille zullen zitten. Nou, wat ik ook verwacht is dat er een oplopend aantal faillissementen zal volgen, naast alle definitieve sluitingen die we op dit moment al gezien hebben. De retailmarkt heeft een dramatische terugval in cashflow en liquiditeit en kan dat gewoon niet zo lang opvangen. Ik denk ook dat de belegger er rekening mee moet houden dat een winkelareaal er in de toekomst wat anders uit zal zien. Want ik denk dat retailmarkt wel geleerd heeft dat er een verschuiving moet komen naar omnichannel structuren. Dus waarbij ze proberen om ook veel meer een online integratie voor elkaar te krijgen. En daardoor heb je automatisch kleinere fysieke winkels nodig. Nou, daarnaast denk ik ook dat er een veranderende winkelinrichting zal plaatsvinden. Want we teren natuurlijk in de retail branch op concepten die gewoon 20 jaar oud en volledig out of date zijn. En wil je die klant nu nog proberen terug te trekken, dan zul je wat anders moeten doen dan het gebruikelijke winkelconcept blijven handhaven. Nou, de belegger, ja, en ook zijn beheerder natuurlijk, zal in dit geval rekening moeten houden met een fors oplopende leegstand in de retail portefeuilles. En aan de investeerderskant betekent dat ook dat het tot fikse afwaarderingen kan gaan leiden. Want ja, met droge ogen kan een taxateur ook niet meer zeggen dat een gebouw wat compleet leeg staat,
in een markt die absoluut niet meer functioneert, dat daar de kapitaalwaardes gehandhaafd kunnen blijven. Ik veronderstel ook dat er lagere huurprijzen zullen komen, veel meer incentives, kortere huurcontracten, geen vaste maar omzetgerelateerde huren, et cetera. Wil je als belegger een retail portefeuille in stand houden, dan zul je nu wel heel erg coöperatief met de huurder moeten gaan worden. En wat ik ook denk is dat mits je de afwaarderingen kunt financieel binnen je portefeuilles tot stand kunt brengen, dat er een objectverkoop zal plaatsvinden, dat er gewoon portefeuilles afgestoten zullen worden, omdat het geloof in een gezondere retail portefeuille bij veel beleggers verdwenen zal zijn. Dan kom ik aan de laatste markt die ik wil behandelen, de logistieke markt. Ja, hoewel de logistieke markt en de industriële markt het heel lang volgehouden hebben, begint het inmiddels natuurlijk te piepen en te kraken aan alle kanten en in alle voegen. Om de simpele reden dat het bijna onmogelijk is om de supply chains zo flexibel te maken dat ze op iedere wijziging in de beperkingen of het loslaten van beperkingen tijdens de coronacrisis kunnen reageren. Dat is eenvoudigweg niet mogelijk om supply chains van dag 1 op dag 2 aan te passen. Dus dat is verschrikkelijk lastig voor de logistieke markt. Wat ik ook zie in de markt is dat er een pas op de plaats wordt gemaakt met expansieplannen. Terwijl je eigenlijk zou zeggen, als je naar de middellange termijn kijkt, dat dit wel nodig is. Want stel nu dat we veel meer insourcing dan offshoring gaan krijgen, gaan we eenvoudigweg meer opslaghalruimte gaan we nodig hebben. Geldt ook natuurlijk als e-commerce blijft groeien. Ik bedoel, de politiek kan wel een gruwelijke hekel aan de XXL warehouses hebben. Dat is onoverkomelijk als nu blijkt dat die ongekende stijging in e-commerce, dat die zich blijft voortzetten door die thuisblijfmaatregel. En dan heb je simpelweg veel en veel meer ruimte, veel en veel meer opslagruimte nodig. Nou, waar moet die belegger rekening mee gaan houden? Ik denk zelf dat er een verschuiving van logistieke hotspots zal komen, ingegeven door de e-commerce, die enerzijds ergens midden in het Groene Weiland gewoon een XXL warehouse nodig heeft, simpelweg om die goederen klaar te hebben staan en klaar te hebben liggen die nodig zijn voor de last mile distributie. En dat betekent dat, ja, of de overheid het nou leuk vindt of niet, als je aan de wensen van de burger gaat voldoen en die burger die wil e-commerce hebben, dan moet je gewoon last mile distributiepunten gaan inrichten en zul je dus urban cross-dock centers direct aan de stadrand moeten bouwen. Like it or not, maar het zal zo zijn. Ik denk ook doordat je deze verschuiving gaat zien, dat overal grondprijzen duurder zullen worden en dat komt eigenlijk ook niet alleen doordat de supply chains veranderen en doordat de manier waarop wij inkopen veranderen. Maar dat gebeurt vooral omdat de overheid ook een tamelijk rigide en restrictief vergunningenbeleid hanteert. En dat betekent dat straks zul je misschien vanwege duurde grondprijzen multilevel moeten bouwen of zo. Dat zal nog wel wat voeten in de aarde hebben voordat de politiek ervan overtuigd is dat dit zal moeten gebeuren. Daarnaast denk ik dat de belegger er rekening mee moet houden dat er een na-eil effect zit uit alle recessie-effecten in branches als bouw, industrie, etc. Het gaat nog even duren voordat die weer 100% draaien. En zolang die nog geen 100% draaien, zijn ook de supply chains van de logistieke klanten die de investeerder heeft niet gevuld. Dus wordt er even wat minder omzet gemaakt. Nou, ten aanzien van verdere consequenties denk ik dat er een grotere flexibilisering in ruimteaanbod en huurcontractvoorwaarden nodig zal zijn. Beleggers zullen zich moeten herbezinnen op logistieke gebouwdiversificatie in de portefeuille. De standaard hal van 10 of 12 meter hoog met per 1000 vierkante meter een loading dock. Die zullen we waarschijnlijk in de toekomst niet meer hebben.
Of in ieder geval veel minder hebben. En we zullen veel meer multilevel gebouwen zien. Misschien wel met flexibele mezzaninestructuren erin. In ieder geval gebouwen gaan er anders uitzien. En wat denk ik voor mij wel een vrolijke conclusie was toen ik keek van wat zullen de consequenties voor die belegger zijn, is dat ik denk dat aanvangsrendementen niet of nauwelijks door het COVID-19 probleem worden beïnvloed. Dus ik zie daar geen direct probleem in de kapitaalwaarde in de portefeuille ontstaan. Dat denk dat beleggers die op dit moment een flinke logistieke portefeuille hebben, zich in de handen knijpen vanwege de weerbaarheid van de logistieke branche. Nou, dan kom ik een beetje bij bij een overzicht wat ik laatst in een webinar van CBRE heb gezien en waarin uiteengezet wordt welke vastgoedbranches, welke assetklassen eigenlijk top presteren, die weliswaar bij de aanvang van het coronavirus een probleempje hebben gehad, maar eigenlijk nog vier doorgaan met performance maken voor de beleggers. Je ziet hier een slide van de crisisbestendige assetklassen bij de REITs. Nou, de REITs zijn eigenlijk de vastgoedfondsen, de aan de beurs genoteerde vastgoedfondsen. In dit geval heb ik een Amerikaans voorbeeldje. Dus je ziet daar ook een paar assetklassen op staan waar wij niks mee doen. Bijvoorbeeld de mini-storage. Dat is zo'n zeg maar self-storage systeem waarin in de Angelsaksische landen complete fondsen voor opgericht zijn, wat wij hier in eigenlijk de continentale Europa niet zo kennen. Maar het is wel duidelijk als je naar die grafiek kijkt dat met name de klasse logistiek en industrie kleine inzinking had, maar voorlopig vrolijk doorgaat met performance brengen in de portefeuilles. Hetzelfde geldt voor een assetklasse als residential, die eigenlijk in iets mindere mate, maar ook nog vier doorloopt. Enkele winkeltypes doen het ook nog wel aardig. Maar ja, de grote verliezers, die kunt u denk ik ook wel op de vingers natellen. In dit geval natuurlijk de hotelbranche, de echte retailbranche. Ja, dat zijn de zwakke broeders waarvan het maar de vraag is of daar op korte termijn grote veranderingen in gaan komen. Dan ga ik even naar de volgende slide. Daar zijn we er bijna doorheen. Daar geef ik even per de vier assetklassen die ik besproken heb, geef ik aan wat voor mij zo'n beetje de herstelscenario's zijn afgaande op de data die ik heb geanalyseerd. Nou, de kantorenmarkt die maakt volgens mij een U-curve. Dat wil zeggen, het zal enige tijd duren voordat de klanten terugkeren, kantoren aangepast zijn, herorganisaties hebben plaatsgevonden en de zaken weer normaal zullen zijn. Ik veronderstel daarvan dat de investeringen tenminste gelijkblijvend of zeker wel stijgend zullen zijn als er voldoende vastgoed met, op prime locaties met prime huurders ter beschikking is. De retailmarkt is een zorgenkind zoals we eigenlijk bij geen enkele crisis ooit gezien hebben. Ik verwacht daar een verdergaande shake-out van retailketens. Met name die ketens die de laatste 10 jaar verzuimd hebben om in te zetten op omnichannel. Of veel te laat met innovatieve winkelconcepten gekomen zijn of wat dan ook. Dat wreekt zich nu. Het is net zo simpel om hetzelfde artikel gewoon per e-commerce te bestellen in plaats van naar een winkel te gaan waar niks anders staat of niks anders geoffreerd wordt en waar de advisering ook niet beter is. Dus
Daar gaan nog heel veel problemen komen. Ten aanzien van de investeringen denk ik dat die sterk zullen teruglopen. Het zou mij verbazen als met name de grote institutionele beleggers ineens en masse in de retailmarkt zouden stappen. Je zou nog kunnen denken uit opportunity overwegingen, maar ik zie geen opportunities in die markt, om eerlijk te zijn. En er zit een breakdown in die hele retailmarktstructuur. Dat gaat jaren duren voordat die goed gemaakt wordt. Ik veronderstel hier echt zo'n Nike Swoosh curve. Waarbij je misschien in 2022 of zo een keer kunt zeggen van nou, het begint er weer een beetje op te lijken. Echt een hele, hele lastige. Nou ja, de hospitality markt. Die zal ook enige tijd voor herstel nodig hebben. En misschien moet je ook, dat hebben we al eens in een van de live blogs besproken, misschien moet je als hotel ook wel wat gaan omdenken en moet je wat andere concepten dan de traditionele hospitality concepten gaan invoeren. Je zou als hotel ook flexwerkplekken kunnen gaan aanbieden. Zorg ervoor dat je een up-to-date digitale infrastructuur hebt. Kortom, voor hotels zijn er gezien eigenlijk de vele mogelijkheden die er in een hotelgebouw zijn, zijn er nog best wel mogelijkheden om aanvullende dienstverlening te kunnen doen. En niet alleen afhankelijk te zijn van food and beverage en overnachtingen. In dit geval denk ik dat beleggers zullen misschien even voorzichtig zijn. Zullen toch blijven investeren in hotels. Misschien dat het even op korte termijn wat inzakt, maar ik denk dat het uiteindelijk ook wel met de hotelmarkt goed komt. Nou, de logistieke markt die hebben we eigenlijk al besproken. Daar denk ik niet dat er nu nog heel veel bijzondere dingen zullen gaan gebeuren. Het is bijna business as usual. Je moet altijd wat voorzichtig zijn om dat te zeggen. Maar eens te meer is gebleken dat logistiek en de transportsector werkelijk een levensader van deze maatschappij en economie zijn. En dat belang is door de crisis alleen maar verder onderstreept. Tevens is onderstreept dat de logistieke markt een behoorlijk robuuste markt is. Behoorlijk adaptief en innoverend. En ik denk dat dat in de long run wel de eigenschappen zijn die deze assetklasse overeind zullen houden. Dus ik verwacht daarin een fors aantal meer investeringen in de komende jaren. Dat brengt mij bijna zo ongeveer aan het einde van mijn verhaaltje. Als we het even samenvatten, kunnen we zeggen dat op basis van inschattingen en markten en scenario's die we besproken hebben, een gemengd beeld ontstaat van investeringsmogelijkheden en investeringsverwachtingen. Dat is helaas niet anders. Op dit moment zijn er eigenlijk ontzettend veel marktfactoren nog steeds afhankelijk van politieke besluitvorming ten aanzien van COVID-19 in de directe toekomst. Dus het blijft een beetje glazen bol kijken. Wat de markt doet en hoe de markt zich verder zal bewegen. Nou, daarmee kom ik aan het einde van mijn verhaaltje. De vaste luisteraars zijn gewend dat ik altijd nog een spreuk van de week heb. Ik heb er weer eentje waar u maar eens over na moet denken. En dat is de idee fix dat een 1,50 meter samenleving maakbaar is, is net zo'n illusie als de hoop dat we na corona niet in een economische crisis belanden. Ik dank u bijzonder voor uw aandacht.